verbinden. Daar gaat het om op het havenindustrieterrein Moerdijk. Niet voor niets hebben wij dus Connecting You gekozen als ons credo. Connecting You is dit jaar dan ook het thema van onze nieuwjaarsbijeenkomst. Graag verbinden wij bedrijven met elkaar om te komen tot zaken. Maar ook letterlijk, door bijvoorbeeld pijp- of buisleidingen. En we verbinden bedrijven met overheden en met onze omgeving. Wij verbinden ook door informatie te delen en successen met elkaar te vieren. Een aantal daarvan delen wij graag met u. Een van onze realisatiestrategieën gaat over het vergroten van Shortsy. Meer Shortsy-lijnen, maar ook een betere capaciteit. En in 2015 hebben we daar al behoorlijk wat slagen over gemaakt. Gerard, vertel eens over de successen van A2B. Nou, we hebben 2015 een prima jaar gehad, Ferdinand. We zijn nu een jaar geleden, voeren we met 3 schepen. Inmiddels is dat uitgebouwd naar 5 schepen en kunnen we kijken op 115.000 verschepingen welke wij in 2015 hebben gedaan. Mooi. En in de havenstrategie hebben we het over de spooropgave, maar ondanks dat we nog geen rail servicecentrum hebben gerealiseerd, zijn jullie alvast begonnen met een aantal spoorverbindingen. Ja, wel nu, we zijn in oktober, september van het vorig jaar, zijn wij begonnen met een treinverbinding tussen Milaan en Moerdijk, 3 keer in de week. Die trein die is zeer succesvol, kan ik je zeggen. En ook voor het komend jaar, dus nu in 2016, verwachten wij dat de trein opgehoogd zal gaan worden van 3 keer in de week naar 5 keer in de week. Gerard, mag ik je heel veel succes wensen dit jaar samen met A2B en met al je partners. Dankjewel, eens gelijks. Het is heel indrukwekkend om te zien wat jullie het afgelopen jaar gebouwd hebben. En het frappante is, als je naar jullie website kijkt, dan staat daar eigenlijk precies wat een van onze realisatiestrategieën inhoudt. Het zijn van een extended gate, positie tussen de grote mainports Rotterdam en Antwerpen, congestievrijheid, zijn allemaal termen die daarin voorkomen. En wij zijn ontzettend trots op wat jullie gerealiseerd hebben. Maar hoe hebben jullie zelf 2015 beleefd? Nou, wij zijn ook heel trots dat we na jaren voorbereiding dit mooie depot hebben hier kunnen openen. Het is onze belangrijkste hub in de regio tussen Rotterdam en Antwerpen in. Zeer strategisch voor ons. Al onze containers, zo'n 25.000 per jaar, komen hier samen. Daarnaast zijn we nog druk bezig met de uitbreiding van ons depot. Onze bulk depot. Nieuwe drummingline. Dus we zijn druk bezig, zoals je ziet. En ik zie nog steeds werkzaamheden. Dat betekent ook plannen voor dit jaar, 2016. Ja, zeker. Je ziet een nieuwe modaliteit hier op de site. Rails wat eraan komt. Maakt ons nog beter bereikbaar en zeker soms met de lage waterstanden zeer belangrijk voor onze Duitse klanten. Je ziet dat nieuwe tanks daar ontwikkeld worden. Een nieuwe drummingline komt eraan, dus we zijn volop in beweging hier. Heel mooi. Ik wens je, jou en Stolt Nielsen een heel goed 2016. Dankjewel, dankjewel. In 2015 was voor ons een heel mooi jaar met het besluit dat Shell nam om de MPSO 2 opnieuw te bouwen. Maar ook om zwaar te investeren in de kraker. Goed voor Moerdijk, maar ook goed voor de chemie in Nederland. Hoe kijken jullie terug naar 2015? Ja, kijk, 2015 was echt een heel bijzonder jaar. Voor mezelf, voor mijn medewerkers, voor de aannemers, voor de klanten, voor de buren. Kijk, na de 2 grote incidenten in 2014 was 2015 wat we noemen het herstel- en bouwjaar. En als je daarop terugkijkt, dan zeg je, ja, we hebben daar toch wel exceptionele dingen gedaan. Nauw samengewerkt met aannemers, hè, op de top waren er 3500 extra aannemers. Maar uiteindelijk uiterst veilig gegaan, 4 miljoen uur zonder ongeval gehaald. Maar ook met het havenschap proberen de overlast te beperken. De buren goed proberen te blijven informeren. Tijdelijke faciliteiten bouwen om onze klanten hier ook in het havenschap toch maar te blijven beleveren. Goede communicatie aan de buren om die maar te blijven informeren. En ik denk ook echt een uitstekende samenwerking met de vergunningverlener die ons echt op vele manieren heeft geholpen om toch het werk te laten voortgaan. Ja, en als je dan kijkt waar we nu zijn. De kraker draait. MSPO 2 is, nou, die staat op het punt om te gaan starten. Dus voor ons is 2015 een bijzonder, maar toch ook een goed jaar geweest. Heb je al een forecast? Hoe ziet 2016 er wat jou betreft uit, Paul? De wens die ik heb voor 2016 is dat het echt rustig wordt voor de omgeving. Wat het betekent dat wij stabiel in bedrijf zijn, stabiel opereren. Dat is goed voor de klant hier in het chemiecluster.
Ja, en weet je, het gaat ook over het herstel van onze reputatie. En nou, daar moeten we aan werken. Mensen moeten weer vertrouwen in ons krijgen. We gaan het onder andere doen om door mee te werken aan de open dag van het havenschap. Maar we zullen ook een inloopavond organiseren. Dus dat is eigenlijk het beeld wat ik heb. Betrouwbaarheid, rust, stabiele operatie, dat is wat ik wens. Dan mag ik jou, Shell, alle goeds wensen voor 2016. Dat het een heel succesvol jaar mag worden. Uitstekend, Fernando. Bedankt. Ja.